zijn vandaag op de faculteit TPM bij Technische Bestuurskunde. Vandaag is de open dag. Wij gaan nieuwe scholieren rondbegeleiden op deze dag. Kennis laten maken met Technische Bestuurskunde om te kijken of ze hier willen studeren. Boven hebben we workshops. Daar wordt een casus behandeld over elektriciteit. Deze opleiding is echt uniek omdat het met een technische blik naar grootschalige problemen kijkt. Dus wij kijken niet naar hoe bouw je een zelfrijdende auto of hoe werkt een telefoon, maar wat voor effect heeft dat vervolgens in de maatschappij. Dus daardoor krijg je heel veel verschillende meer sociale vakken. Omdat je breed opgeleid wordt, heb je echt heel veel mogelijkheden om een leuke baan te vinden. Ik hou me bijvoorbeeld nu bezig met de stikstofcrisis in Nederland. Hoe daarmee om te gaan, welke middelen kan een overheid inzetten, welke middelen kunnen bedrijven doen. Maar denk ook aan de uitbreiding van Schiphol, autonome mobiliteit, blockchain. Alle grote maatschappelijke projecten die invloed hebben op de maatschappij, daar houden we ons mee bezig. Vorig jaar hebben we voor de gemeente Den Haag een heel project gedaan. Dat je dat al in je eerste jaar neer kan zetten, dat maakt je toch trots. En dan weet je toch waar je mee bezig bent.